Superleuk kijken naar deze nieuwe weekvlog. Ik ga even deze week met jullie bespreken. Aankomend weekend gaat het stormen. Dus vandaag en morgen. Gisteren was de ergste dag met stormen volgens mij. Volgens mij spreken de storm uit als uniek. Nou, die storm die is dus zeer, zeer, zeer aanwezig. Gisteren heeft hij ook ons tuin kapot gemaakt. We hebben hier een mooie foto van het hek die zo plank naar beneden is gevallen. Ik wil eigenlijk weer een soort schema gaan maken, want op maandag deed Daan er rijden. Dinsdag vrij of aquatrainer. Nee, dinsdag aquatrainer. Dan woensdag, donderdag, woensdag dressuurles, donderdag springles, vrijdag vrij. En dan zaterdag en zondag. Ik wil eigenlijk weer even per week een soort planning gaan maken wat ik met de paarden wil gaan doen. Dat ik dat iedere week inplan. Vandaag heb ik Blondie gereden en Ivy aan de hand gewerkt. 3 dagen logeren vrij, 2 dagen logeren vrij. Want ze kan ook niet meer stapmolen, want het een soort energiebommetje is geworden. Met Blondie. Dus die ga ik morgen rijden of logeren. Ik moet even kijken hoe het zit met de wedstrijden. Dan maandag ga ik haar logeren en ja, ga ik haar logeren. Dinsdag rijden. Woensdag ook rijden. Donderdag vrij. Vrijdag, zaterdag rijden. Zondag vrij. Oké. Nee, het werkt ook niet. Hoi Blondie. Je hebt helemaal napjes in je ogen. Hoi. Hoi Ivy. Chassie, dit was niet de afspraak. Ik zou een schoonmaken van alle haren. Wat doe jij? Nee. Ja, je kan wel zo blij zijn, maar dit was niet de bedoeling. Tess, wat heb jij aan? Laarzen. Nee, laat maar staan. Mama zei tegen mij, waarom doe je wedstrijdlaarzen aan? Toen zei ik, nou, dit zijn dus niet mijn wedstrijdlaarzen. Het was dus per ongeluk dat ik deze laarzen heb. Ik vind deze wel veel gaver dan de laarzen die ik wou. Maar ik wou eigenlijk die normale zwarte die ik heb, maar dan in het bruin. Nou, dat was mislukt, want dit is precies mijn maat. En het schreef zo, Tessa, Tessa. Dus dit zijn niet mijn wedstrijdlaarzen, dit zijn gewoon mijn springlaarzen. Dus die heb ik maar 1 keer per week aan. En daardoor blijven ze ook extra netjes als ik springwedstrijd heb. Joekno, joekno. En het laatste dat ik samen ben geweest was 4 jaar geleden. Dus dat is wel. Ja, dus dat was wel een tijdje geleden. Maar het ging best wel goed. Dus ik ben er blij mee. En volgende week gaan we weer. En dan ben ik. Ik ga weer hierheen. Ik heb het gemaakt. Ik zit on horse. Wel coole muziek erbij. Ik weet niet of we nu copyright krijgen. En anders ga ik het wel inspreken. Maar ik heb een dekje. Jee. Ik dacht, ik pak gewoon het dekje dat er een soort van het minst uitzag. Want het lagen allemaal hele dure dekjes en daar durfde ik niet aan te komen. Dus ik heb gewoon een dekje gepakt. En I matched ook nog. Nu ga ik Blondie rijden. Dan ga ik Ivy. Oh, deze zit heel los trouwens. Dan ga ik Ivy opzadelen. Doe ik zo wel. Ga ik Ivy opzadelen. Er even logeren, want wild. En dan ga ik Ivy lessen en dan weer terug naar huis fietsen. Zo, ik sta inmiddels op de grond met een logeerlijn in mijn hand. Waar Ivy aan vast zit. Ik moet Ivy even lungeren een kwartiertje voordat ik erop ga, omdat ja, ze is niet wild, maar Amber zei dat het een verstandig idee was. Dus dan doe ik dat. Want we zijn braaf en we luisteren. Ik was zo verwacht. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik
verwacht er in principe niet heel veel van. Want, nou ja, ze is wel een stuk losser in haar hals. Dat heb ik ook gemerkt toen ik er de vorige keer op zat. Maar ik weet niet of het echt een... Nou ja, ik heb natuurlijk nu weer 2-3 maanden niet gereden. Nee, 2 maanden niet gereden. Dus ik ben wel benieuwd. Hallo, ik ga vandaag laten zien wat ik allemaal doe op de manege. Nou, het is de eerste keer op Verona. Ja, maar de eerste keer hier in Maassluis. Ja, dus ze kan helemaal zelf het hoofd erom doen. Maar dan bak ik gewoon even de hoofd. Tessa mag haar handjes vandaag de hele dag rechtop houden, hè Tess? Ja. En dat vindt ze moeilijk. Het rechterhandje, dat gaat prima. Maar het linkerhandje wil de hele tijd in de pianostand. Ik vind dat klein, toch? Ja, ik zou niet voorover doen. Ik zou wel eerst achter het zadel gaan zitten. Ze bedoelt dat je niet je hoofd eerst naar voren moet doen. Ja? Nee. Schuiven? Ja? Ja? En nou je benen naar voren? Nee. Ja? Benen naar voren? Je zit al? Ja. En schuiven. En glijden. En nu gaat ze er al. Hop. En eraf. Nou, dan gaat Tessa erop. Kom ik even wat dichterbij ook nog. Een zitlessen, Tess. Leuk dat je kijkt naar mijn proefje. En ik ben nu sterren aan het wassen om voor de voorbereiding van mijn proefje. Welk proefje ga je rijden? F3. AB? De A. En ik ga eens eraf zaken. Wat ging het beste? Galopperen. Ja, en wat ging het minst goed? De gebroken lijnen en bij de C afleveren. Heb je wel goed hersteld? Ja, netjes.